Goedemorgen, hartelijk welkom bij deze livestream over de Master Geneeskunde in Leiden. Ik ben Arnoud-Jan de Beaufort, ik ben hier namens de Master Geneeskunde. Ik ben van huis uit kinderarts en ik neem jullie graag mee in het programma dat wij op dit moment aanbieden hier in Leiden. Er verandert van alles in die zorg en het is nog niet zo erg zoals Fokke en Sukke hier suggereren dat het in de ziekenhuizen helemaal misgaat omdat alles online gaat zijn. Tegelijkertijd is het absoluut wel zo dat online ook zeker na COVID een belangrijke rol is gaan spelen in de geneeskunde. En dat geldt voor het vak later, maar dat geldt ook voor de studie zelf. Dus ja, er is een hoop te doen in het vak en er zijn andere dingen die gaan over de kosten in de zorg. Het is duidelijk dat we die master moet goed voorbereiden op dokters die straks in de maatschappij aan het werk gaan. En dit zijn wel grote uitdagingen waar wij als zorg voor staan. Nou, je ziet het hier, het wordt onbetaalbaar, daar moeten we dus iets mee. Want uiteindelijk willen we allemaal goede zorg blijven houden. Gelukkig zijn er heel veel mensen die daarover nadenken. En een van de organisaties die misschien wel bij jullie bekend is de KNMG. Die heeft een heel mooi plan gemaakt, dit plaatje, dat is vooruitzien. Dit gaat over 2040. En wat daar naar voren komt is van, we kunnen niet meer doorgaan zoals we nu gaan. Die rol van die dokter gaat veranderen. En wat betekent dat dan? Het is veel meer het accent van curatie naar preventie. We doen het niet meer in ons eentje, we doen het samen met anderen. Ik ga niet deze hele dia met jullie doorlopen, maar het geeft wel aan, er gaat veel veranderen en er verandert in de zorg en in de samenleving nu al van alles en daar moet je als opleiding op inspelen. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat je wel goede dokters wil opleiden en dat noemen wij, hebben wij in Leiden samengevat in de Capable Care and Curious. Dat is natuurlijk een breed begrip, maar het beschrijft toch wel goed waar het om gaat. Waar de Leidse arts die bij ons het programma volgt uiteindelijk toegerust mee de maatschappij in kan als zorgprofessional. Hoe ziet dat curriculum er dan bij ons uit? Dit is het huidige programma. Ik ga, als je op heel hoofd, je ziet op grote lijnen zie je drie kolommen. Jaar 1, jaar 2, jaar 3. We hebben net als bij andere opleidingen een bachelor-master structuur. Bachelor bestaat uit 3 jaar. Bereid voor op de master, duurt ook 3 jaar. En in het eerste jaar en in het tweede jaar hebben we een vaste volgorde van co-schappen, zeg maar stages waar je op de werkplek leert, het vak feitelijk leert. Om zo goed voorbereid te zijn, zodat je als je straks aan de slag kunt, dat je die vaardigheden en kennis verworven hebt. Er zijn een paar dingen die voor ons belangrijk zijn en dat zie je hier op het plaatje in de eerste 2 kolommen. Is het overwegend donkerblauw en soms een beetje lichtblauw. Wat lichtblauw is, is een korte theoretische en praktische voorbereiding van een aantal weken op de donkerblauwe periode. En dat zijn de stages die over het algemeen in het ziekenhuis zijn. Natuurlijk, en dat is een van de dingen die in de zorg echt aan het veranderen is, is dat het leven in het ziekenhuis is heel belangrijk. Maar de zorg speelt zich ook voor een heel groot deel, voor een groter deel buiten dat ziekenhuis af. En dat zie je ook bijvoorbeeld in de middelste kolom bij de co-schap psychiatrie, ouderen en sociale. Huisartsgeneeskunde gaat een hele belangrijke rol, speelt een belangrijke rol in onze samenleving en heeft ook een belangrijke rol in ons curriculum. Dus die voorbereiding, die lichtblauwe blokjes, die nemen je mee, die bereiden je voor op de stage in de praktijk, de donkerblauwe blokjes. De volgorde is vast, dus als je eenmaal begonnen bent in je treintje, helemaal linksboven introductie co-schap, dan ga je gewoon door totdat je zeg maar rechtsonder bent aangekomen. Het jaar 3, dat laatste jaar, daar kom ik nog wel even op terug. Straks daar ga ik nog iets meer over vertellen. Wat zijn nou de kernpunten in ons curriculum? Het is gericht op je ontwikkeling als dokter in de volle omvang. En hoe doen we dat? Dat doen we door je persoonlijke begeleiding te geven. Je maakt ook een individueel opleidingsplan. Er is een e-portfolio om je bij te helpen. We hebben die lange co-schappen zo gekozen omdat dat de ruimte geeft om continuïteit in je ontwikkeling te kunnen volgen. Dat je niet van de ene week dit en de volgende week dat. Dus als je iedere week een andere rijinstructeur met je rijwezen hebt, dat is ook heel storend. Dus we willen graag langere follow-up hebben, continuïteit. En natuurlijk daarbij, en daar kom ik later in meer detail op terug, is natuurlijk internationalisering een belangrijk punt naast de wetenschappelijke vorming. Want we zijn een academische opleiding. En dus het wetenschappelijk denken, het academisch denken, is echt een onderdeel van wat wij als opleiding beogen dat onze artsen die hier afstuderen kunnen. Nou, samengevat zie je dat hier nog een keer op de dia. Wetenschappelijke vorming, internationale oriëntatie, het portfolio heb ik genoemd.
En die andere zaken die typisch zijn voor onze co-schappen, die met als doel om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Waar gebeurt dit allemaal? Dat gebeurt in de regio Leiden. Die is hier afgebeeld. Wij zitten daar bovenin. En de stages, omdat we dat veelal in ziekenhuizen en bij huisartsen doen en bij GGD's, kan dat natuurlijk allemaal niet in het academisch hier in het UMC, maar dat gebeurt dan ook in de regio ziekenhuizen. Daarna grote stad, grote ziekenhuizen. Daar zitten veel van onze co-assistenten, de studenten in de master, maar ook Gouda en Delft hebben we dat, is dat verdeeld over dat iedereen daar zijn stage kan volgen. Dus globaal gezegd kan je zeggen dat ongeveer 1/3 van alle stages in het UMC is en 2/3 in de regio. We hebben de gelukkige positie dat we nog wat verder gaan voor reguliere co-schappen. Nog even dat plaatje met die drie kolommen. Jaar 1 en jaar 2 is vaste volgorde en binnen die vaste volgorde daar hebben we ook de ruimte en de mogelijkheid om mensen, studenten, stages te laten lopen in Suriname. Dit is de Nederlands en dan gaan we naar Suriname. En voor een heel aantal co-schappen kan je daar al stages lopen. Dat is denk ik een hele leerzame periode. Je leert er en het vak waar het co-schap over gaat en je leert hoe dat is in een totaal andere omgeving. Dat zijn de reguliere co-schappen. We hebben natuurlijk veel meer mogelijkheden om in het buitenland te zijn. Dat is voor de stages in jaar 3. En die ziet hier een beetje scatterd over het plaatje wat sterretjes staan. Dat is geenszins beoogd om een compleet beeld te geven van waar de stages kunnen. Maar er zijn heel veel mogelijk. Dat geldt voor de stages in jaar 3 en dat geldt ook voor reguliere co-schappen. Voor de reguliere co-schappen, wat ik al zei, is Suriname een belangrijke partner. Maar er zijn meer mogelijkheden, daar hebben we wel eisen aan. Dat kan dus niet zomaar overal, maar als daar goede redenen voor zijn en er zijn mogelijkheden, kan je ook je gewone reguliere co-schap uit die eerste twee kolommen, jaar 1 en jaar 2, ook in het buitenland doen. Het gaat best snel. Je kunt zeggen, the future is the next exit. Dat gaat eigenlijk over een aantal dingen. Van wat beogen wij met deze opleiding te bieden? En ook voor jouzelf, als jij in dat programma zit. Het is 3 jaar, klinkt lang, maar het gaat toch best vlug. En je moet dus nadenken over van wat betekent dat dan voor mij en hoe ga ik mij daarop voorbereiden? En in het begin zal dat anders zijn van je co-schappen nadat je een tijdje onderweg bent. Maar ja, je moet je wel afvragen, wat betekent dat dan? En waarom is dat nou weer zo belangrijk? Dan kom ik hier nog weer bij dat curriculum. Dat heb ik een beetje expres vaag gehouden, dus het is niet je beeldscherm dat nu stuk is. Waar het om gaat is dat die verandering in die zorg, die gaan over, we gaan van veel meer in het ziekenhuis naar buiten het ziekenhuis. De intramurale naar de extramurale zorg. We zien een verandering, en dan ook verwijzend naar die kosten. We zien een verschuiving nu van genezen, dat is natuurlijk heel mooi dat dat kan, of mensen zo goed mogelijk begeleiden als een ziekte niet te genezen is, naar preventie van die ziekte. Dus de verschuiving van curatie naar preventie. Dat zijn echt belangrijke thema's. We zijn op dit moment bezig het programma iets anders in te richten, vandaar dat ik het plaatje vaag heb gemaakt. Op hoofdlijnen blijft dat hetzelfde, maar er zullen extra accenten komen en die gaan over die extramurale zorg en de zaken die nu spelen in onze samenleving zodanig dat wij als opleiding goed inspelen op waar de behoefte is later. Dus dat is het plaatje. Wat zijn dan die belangrijke thema's die wij in dat programma nog willen hebben? Zorg, ik zei het al, het gaat om een netwerk. Niet meer een individuele dokter. Je werkt als dokter samen. Je werkt samen met de eerste lijn in het ziekenhuis, de tweede lijn. Je werkt samen met allerlei andere zorgprofessionals, fysiotherapeuten, verpleegkundigen. En dit plaatje, als die komt, dat is natuurlijk toch bijzonder. Voorheen was het zo, je had 2 scholen, eentje voor de verpleegkundige en eentje voor de fysio en eentje, noem ze maar op. Dat hebben wij in het LUMC gebundeld. Die opleidingen zitten onder 1 dak. We hebben farmacie, we hebben de master geneeskunde, we hebben biomedical sciences. Dus we hebben allerlei masteropleidingen naast de BW-opleidingen. En we zoeken naar momenten om in dat programma ook die disciplines samen te brengen. En dat lukt op een heel aantal punten heel goed. En dat is ook, denk ik, belangrijk. Het is goed dat het lukt. En dat is omdat het zo belangrijk is. Omdat als jij straks aan het werk gaat als arts, waar ook, ga je ook met mensen samenwerken. En het is toch bijzonder dat je ze
nog nooit ontmoet zou hebben in je studie, terwijl je ze op de werkvloer vanaf dag 1 tegenkomt. Nou, dat is het Engelse quoteje wat eronder staat. How can they work together if they don't learn together? Nou, dat spreekt voor zich. Dus dat is in dat programma ook echt verwerkt. Dan, ik zei het al even over die future, de next exit. Dat gaat over beroepsoriëntatie. En dat gaat over hoe kom ik tot mijn keuzes. En een belangrijk hulpmiddel daarbij, dat gaat over beroepsoriëntatie en over meer, is het mentoraat. Gedurende de hele master heb je een vast groepje van 8 studenten, 8 collega's, aanstaande collega's, die onder begeleiding van een arts jou, zeg maar, door dat programma heen loodsen. Dat is ook veel eigen regie natuurlijk, maar zo'n arts helpt jou daarbij. Dat gaat over intervisie, wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop. Dat zijn ook de dingen van hoe ga ik mijn keuze bepalen, want het is helemaal niet erg. Dat zie je wel eens, dat mensen al meteen weten, oh, ik word zeker dit of ik word zeker dat. Dat is prima als je dat weet, maar het is ook helemaal niet erg als je het niet weet, want je moet er goed over nadenken. En waarom benadruk ik dat? Dat is omdat de wereld om ons heen aan het veranderen is. 10 jaar geleden, en misschien zelfs al wel 5 jaar geleden, als je vroeg aan een groep studenten, wat ga je doen? Dan zei ze, waarom chirurg of een kinderarts? Daar zijn de banen niet meer. Ze zijn er nog wel, maar niet zoveel als de belangstelling doet vermoeden. Dus dat is goed om over na te denken van wat past bij mij en waar zijn de mogelijkheden voor mij. En die zijn dus, zoals ik eerder zei, echt meer buiten dan binnen het ziekenhuis. Dus daar staat mentoraat een belangrijke rol in. En dan ook het jaar 3, dat plaatje komt nog een keer terug, is van jaar 3, dan heb je natuurlijk die eerste stappen gezet. Dan heb je al die vaste co-schappen doorlopen. En daarna heb je nog een jaar om daar zelf inhoud invulling aan te geven. Hier zie je dat rode kadertje. En bij het plaatje van de wereld zei ik al, dat kan van alles in jaar 3 in het buitenland. En dat is ook zo. Het jaar 3 bestaat eigenlijk uit drie grote onderdelen. De semi-arts stage, dat gaat anders heten. Dat noemen we nu nog wel zo, maar dat wordt oudste co-schap. Keuzeruimtes en de wetenschapsstage. En die kun je invullen in een discipline die jij interessant vindt. En daar is dus dat mentoraat en het nadenken over van hoe ziet mijn toekomst eruit nuttig bij. Omdat jij die fase kunt gebruiken om je te bekwamen in iets waarvan je denkt, daar wil ik in verder. Maar ook om je te oriënteren op, dat vind ik wel interessant. Of daar kan ik misschien nog wel van leren en ook al ga ik iets anders doen. Dus dat derde jaar is echt bedoeld voor invulling in iets wat jij interessant vindt en belangrijk vindt voor jouw latere toekomst. En daarvan is dus een heel groot deel mogelijk in het buitenland. Wat hebben we nog meer in jaar 3? Dat zijn de longitudinale co-schappen. Dat is een voorbeeld dat je in een bepaald vak de patient journey gaat volgen. En dat sluit dan aan bij datgene wat jij interessant vindt. De oncologie is eentje die we samen met Den Haag doen. En dat is helemaal gericht op het oncologische traject. Dat is dan wel weer in het ziekenhuis, maar zo zijn er ook voorbeelden buiten het ziekenhuis. Om de relatie tussen de eerste en de tweede lijn te benadrukken. Dus dit kan, dit hoeft niet, maar dit is ook een van die opties die jou helpt na te denken of door iets te doen wat jij interessant vindt later, of alleen omdat je het nu interessant vindt. Dan hebben we nog de kers op de taart. Dat is de Mastermind Challenge. Die zit in het huidige programma alleen aan het einde van jaar 3. En in de komende variant komt er ook nog een vroegere Mastermind Challenge. Ik weet niet of jullie het begrip hackathon kennen, maar het is een soort hackathon waarbij gedurende 2 dagen in een soort pressure cooker studenten samen worden gebracht. Ongeveer, het is verplicht onderdeel, dus iedereen doet het. We doen 6 keer per jaar, dus per keer heb je ongeveer 50 studenten die in kleine groepen dan met een echt probleem aan de slag gaan. En dat probleem kan van alles zijn. Dat kan gaan over het aanbrengen van centrale lijnen. Dat kan aangaan over hoe voorkom ik dat mensen nog roken. Dat gaat over infectiepreventie. Nou ja, verzin het maar. En het interessante van deze Mastermind Challenge is dat het dus echte problemen zijn. Het is niet zo dat aan het einde van dag 2 de docent komt vertellen wat het goede antwoord is. Dat is er namelijk niet, dat geven de studenten zelf. Vinden studenten ook enorm uitdagend. En dat denken we past ook wel bij masterstudenten. Het is heel fijn om dingen te leren, dat iemand tegen je zegt, zo moet het. Maar het is ook heel goed dat in deze fase jij zelf
geconfronteerd wordt met een probleem waar je zelf de oplossing voor moet zoeken. Het is natuurlijk maar kort 2 dagen, maar de praktijk leert dat heel veel van de oplossingen die door in deze Mastermind Challenge gevonden worden, dat die ook in de praktijk tot een echte oplossing van het probleem leiden. En dat zijn, nogmaals, het kunnen zorggerelateerde problemen zijn in het ziekenhuis, maar ook stadsproblemen in Den Haag, in Leiden. We hebben samenwerking met de stad Leiden, waar zij zeggen van ja, hoe kunnen we sommige zorgvraagstukken maatschappelijk helpen oplossen. Ja, natuurlijk, nogmaals, die 2 dagen gaat niet de kant-en-klare oplossing bieden, maar wel voor de inbrenger van de challenge echt wel handvatten bieden om het op te helpen lossen in de toekomst. Dus dat is een, denk ik, de, zeg maar nu de, het laatste onderdeel, of min of meer in het laatste onderdeel in jaar 3 van de Master Geneeskunde. En wat ik zei, we gaan dan nog eentje toevoegen en dan komt die in het begin. Dus dat is jaar 3, dat gaat ook over, ja, wat wil jij, hoe ziet jouw toekomst eruit, waar word je uitgedaagd. En daar proberen we je zo goed mogelijk bij te ondersteunen. Tegelijkertijd, er ligt natuurlijk ook heel veel eigen verantwoordelijkheid bij de student. En dat vragen we ook van de student. Het is niet een paplepelopleiding. Het is de bedoeling dat je veel zelf doet en ook richting geeft aan wat je belangrijk vindt. Maar natuurlijk is er ook ondersteuning. 1 dia is een beetje veel tekst. Maar om je aan te geven, ja, we vinden het welzijn van studenten ongelooflijk belangrijk. En er zijn allerlei plekken waar je terecht kunt. Buiten je collega's hebben we een aantal personen in de organisatie zitten waar je terecht kunt bij met vragen over van allerlei aard. Dan tot slot wou ik nog iets zeggen over de toelating. En in dat kader vind ik het wel interessant. Als het goed is, kunnen jullie aan de zijkant van je scherm een vraag zien. En die vraag gaat over wat jullie op dit moment aan het doen zijn. De toelating ga ik ook niet heel veel over zeggen, anders dan dat het op de website staat van de Universiteit Leiden. En dat in principe de toelating is voor mensen met een bachelorprogramma uit Leiden, bachelor geneeskunde bedoel ik daarmee. En een aantal andere opleidingen in de details vind je op de website die het pre-masterprogramma kunnen gaan doen. En die doen eerst 1 jaar dan een pre-masterprogramma en gaan dan vervolgens de master geneeskunde in. Goed, dit is in het kort wat ik met jullie wilde delen over de Master Geneeskunde. Het is een mooie opleiding, bereid je goed voor op de toekomst in een wereld die echt aan het veranderen is. En dat proberen we als opleiding natuurlijk zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat degenen die het pand bij ons verlaten goed toegerust zijn voor hun taak als arts. Ik dank jullie wel. En nu is er denk ik ruimte voor vragen. Die zijn van harte welkom natuurlijk. De vraag is, kan iedereen die vraag zien? Koosschappen staan bekend als zwaar en er lange dagen zijn. Hoe worden we daarop voorbereid? Hoe representatief is? Hoe het gaat zijn voor wat je na de master gaat doen? Het varieert, die koosschappen. We hebben wel regels ten aanzien van de uren die je mag werken. Daar hebben we gewoon een afspraak over. En dat zal soms in het ene koosschap een beetje meer zijn dan in het andere. Gemiddeld komen we redelijk uit op het aantal uren dat wij dat wij kunnen vragen, dat zeg maar toegestaan is. Ja, en of het representatief is, dat hangt ervan af wat je gaat doen. Ja, als jij chirurg wil worden of kinderarts, dan is het niet per se dat alles op dit moment nog keurig tussen 9 en 5 plaatsvindt. En zal het ook wel eens moeten zijn dat het net even anders loopt en dat je dus langer aan de slag, langer bezig bent. Maar de ruimte, de keuzemogelijkheden zijn natuurlijk heel groot. Als je zegt van nou, dat is niet mijn wereld. En dan kom ik weer bij die beroepsoriëntatie en het nadenken over wat past het best bij mij. Dan kun je, er zijn natuurlijk ook banen waar het heel gereguleerd is. En sommige mensen houden enorm van de nacht doorhalen. En anderen kunnen niet tegen slecht slapen. Ja, dan moet je geen gynaecoloog of anesthesist worden, want kinderen worden ook 's nachts geboren. Dus weet je, dat is echt in de keuzes die je maakt, moet je ook echt nadenken over wat bij je past. Wat is het verschil tussen koosschappen en stages? Ja, feitelijk zijn het allemaal stages en we noemen het koosschappen omdat het over studentengeneeskunde gaat.
Als je de pre-master hebt afgerond, wat is dan de gemiddelde wachttijd voordat je kan beginnen met de koosschappen? In principe zijn degenen die de pre-master programma volgen, als je dat allemaal loopt naar wens en het loopt volgens de planning, dan kom je op de voorkeursstartlijst te staan en dan word je vroeger ingedeeld, zo vroeg als mogelijk op basis van wat jij zelf aangeeft dat jij zou willen binnen de mogelijkheden die er zijn. Maar dan, die hebben een voorrangsplaatsing. En ja, de wachttijd is ongeveer 2 maanden tot nu toe, maar het kan ook zijn dat het afhankelijk van wat je voorkeur is, dat je even moet wachten. Maar in principe, pre-masters hebben voorrang en worden zo snel mogelijk geplaatst. Nog goed, dat heb ik niet gezegd, maar in principe is het programma start iedere 4 weken. En start er een groep van 24 tot 26 studenten. En daarmee weet je dat je ook niet iedereen tegelijkertijd, anders dan in een bachelorprogramma waar een heel cohort van 300 tegelijkertijd kan starten, kun je dat als master, door de logistiek is dat gewoon niet mogelijk. Dat is overigens in heel Nederland, hebben we kleine variaties in het starten van koosschappen, maar iedereen doet dat min of meer op eenzelfde manier, omdat de stageplekcapaciteit overal zeg maar de beperkende factor is. En dat is ook bij ons zo. Hoe zien de banen buiten het ziekenhuis eruit? Een concreet voorbeeld. Nou, een huisarts die zit wel in de curatieve zorg. Dus die is wel echt in de directe patiëntenzorg betrokken. Maar als je kijkt naar de hele, nou, zeg maar, die behoorlijk in de belangstelling zijn gekomen na COVID en de GGD-artsen, de hele preventie. Hoe maak ik vaccinatieprogramma's? Hoe zorg ik dat iedereen gevaccineerd wordt? Maar het gaat ook over gezondheid en gezonde voeding, leefstijlgeneeskunde. Is ongelooflijk belangrijk. Ja, dat kan bij het RIVM, dat kan in de sociale geneeskunde. De jeugdgezondheidszorg is ook eentje, hè. Dus de consultatiebureaus. Dat gaat eigenlijk vooral over vroegtijdige onderkenning, maar bovenal over preventie. En de vaccinatieprogramma's die daar dan weer in uitgevoerd worden, die vallen in het domein van de jeugdgezondheidszorg. Ja, de oudere geneeskunde, er zijn natuurlijk veel verpleeghuizen. Dat is natuurlijk ook een grote, heb ik misschien terloops genoemd, maar dat is natuurlijk ook, we worden allemaal steeds ouder. En ik denk dus dat ook de oudere geneeskunde, dat daar heel veel banen zijn. En dat betekent niet dat je altijd maar alles moet doen wat kan. En ik denk dat dat sowieso een belangrijke vraag in de geneeskunde zal blijven. Hè, dat je goed moet doen, zoals Hippocrates dat zei. En dat je misschien niet altijd alles moet doen wat er mogelijk is. Nou, dat is in de oudere geneeskunde zeker heel relevant. Wat is het voordeel van het lopen van stage in het buitenland? Wat voor ervaring krijg je dan die je in Nederland zou missen? Ja, je krijgt gewoon een andere kijk op hoe de zorg in een ander land geregeld is. Maar bovendien ook, je kijkt op een andere manier naar hoe wij het hier geregeld hebben. En dan zie je heel scherp wat er goed is hier en ook dingen die beter kunnen. Maar ook wel in een wat voor een, afhankelijk van het land waarin je toe gaat. Als je naar Amerika gaat, is dat anders dan wanneer je naar Tanzania gaat. Ja, er zijn gewoon verschillen in de landen waar je stage kunt lopen, maar je krijgt daar echt een beeld van hoe zorg op verschillende plekken is georganiseerd en ook wat de mogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk echt wel een groot verschil, dat je in Nederland binnen een kwartier heb je overal zorg en dat is op een heleboel plekken in de wereld echt nog niet. Dus dat is denk ik een hele nuttige ervaring om te zien hoe in een andere, nou al in de eerste plaats om te zien hoe het is om in de zorg te werken in een totaal andere omgeving en een andere cultuur. En wat dat dan betekent. Nou, dat is denk ik een enorm waardevolle ervaring. En in Nederland is dat lastiger te realiseren. Hoe wordt je ontwikkeling tijdens de master beoordeeld? We hebben een portfolio. En in dat portfolio wordt vastgelegd hoe jij je ontwikkelt. En daar gebruiken we feedbackinstrumenten voor. Belangrijke verandering die nu op handen is, die is nog niet zo. Dus we zitten een beetje tussen 2 programma's in. In het programma dat volgend jaar gaat starten, daar zijn we afgestapt van stagebeoordelingen met gedifferentieerde beoordelingen. Nu is het nog zeg maar van onvoldoende en dan 5 stappen tot uitmuntend. Dat laten we los. Dus alle koosschappen worden beoordeeld
of worden, sluit je af met voldaan of niet voldaan. En die ontwikkeling bestaat, het volgen van die ontwikkeling en de beoordeling daarvan bestaat vooral uit de feedback die je krijgt. En dan hebben we een aantal instrumenten daarnaast die gaan bijvoorbeeld over vaardigheden. Waar je gewoon, als je een infuus moet prikken of bloed af moet nemen, dan is dat gewoon, moet je laten zien of je dat kunt. Mag je kiezen en voorkeur aangeven welk ziekenhuis je de co-schap wil doen? Zeker. Dat wordt helemaal in het begin wordt dat verdeeld. Dat doen jullie zelf. Dat doen de groepen doen dat zelf. Er komt een verdeelpakket met van wat is waar beschikbaar. En dan kun je daarop intekenen. En dan kies jij de stages op de plekken waar jij ze het liefste zou willen doen. En dat pakt eigenlijk altijd goed uit. Er zijn sommige plekken die natuurlijk wat populairder zijn dan andere. En net als met de Suriname zit in datzelfde pakket. Kijk, als iedereen naar Suriname wil, ja, dan kan dat niet voor hetzelfde co-schap allemaal tegelijk. Dus daar moet je dan kijken hoe je dat goed verdeelt. Dan kan misschien het ene co-schap in Suriname doen en een ander een ander. Dus ja, er is een hoop vrijheid in de keuzes binnen de grenzen die er zijn van de plekken die beschikbaar zijn. Is het mogelijk buiten de regio een stageplek te doen? Dat kan. Hangt een beetje van de stage af. In principe proberen we de jaar 3 stages eigenlijk altijd in de regio te doen. Dat oudste co-schap, die wetenschapsstages, over 3/4 van de wetenschapsstages is in het LUMC. Wat op zich wel voor de hand liggend is, want dat is natuurlijk echt een onderzoeksinstituut. En op andere plekken kan het wel, maar gebeurt gewoon minder vaak. En buiten de regio Leiden, zeker voor keuzeruimtes. Dus als je naar jaar 3 kijkt, ik concentreer me even op jaar 3, want daar zit de meeste bewegingsvrijheid. Dat kan buiten de regio, zeker voor keuzekoosschappen, keuzeruimtes. Voor semi-arts zijn we iets minder toeschietelijk. En wetenschapsstage kan overal doen. Er zijn ook heel veel mensen die voor de wetenschapsstage naar het buitenland gaan. In Amerika of in Zuid-Afrika, noem maar op Indonesië. Er zijn echt heel veel plekken waar dat kan. En van de reguliere co-schappen werken we wel eigenlijk al vooral samen met de vaste ziekenhuizen in de regio. Dus ook daar is het in uitzonderingsgevallen mogelijk om wel iets op een andere plek te doen. Maar in principe willen we dat, doen we dat gewoon, hebben we dat hier in, is dat hier in de regio. Is er een mogelijkheid om onderzoek in de vorm van een PhD tijdens de master te doen? Ik zou er goed over nadenken, want het is wel een klus. En in principe is de master een fulltime programma en het vraagt tijd en energie. Dat was een van de eerdere vragen, is het zwaar? Ja, weet je, er komt natuurlijk wel veel op je af in die master geneeskunde. En dingen waar je jezelf niet zo goed mogelijk op kunt voorbereiden, maar er gebeuren natuurlijk ook heftige dingen. Dus de tijd en de mentale en fysieke energie die het kost en daarna nog daarnaast een PhD doen. Het gebeurt. Het is niet zo. Het is niet nee, maar je moet er goed over nadenken of je dat wil. En daar zijn de studieadviseurs ook heel goed in om dat met je door te denken. Ja, de opleiding is helemaal in het Nederlands. Behalve dan, hij is helemaal in het Nederlands. Dank jullie wel. Dit was de laatste vraag. Als jullie nog meer vragen hebben, dan is daar via de website nog informatie te vinden. En ik dank jullie voor jullie belangstelling en in jullie keuzeproces te kiezen voor een opleiding die het best bij je past. Dank je wel.